CO2 is een belangrijk broeikasgas dat de globale opwarming van de aarde in de hand werkt. Steden krijgen door klimaatverandering steeds vaker te maken met natuurrampen als overstromingen en stormen. Binnen de transportsector zorgen innovatieve transportconcepten ervoor dat het transport zo duurzaam mogelijk verloopt. Daan Emons van de Emons Groep vertelt over deze innovatieve concepten. Duurzaamheid binnen de transportsector wordt steeds belangrijker. Wat we zien is dat opdrachtgevers steeds vaker vragen ook naar een duurzame oplossing. En daar spelen wij dan ook op in. Wat je dus steeds vaker ziet is dat met name die uitstoot van CO2 teruggedrongen moet worden. Nou, dat kan door techniek in motoren, maar dat kan ook door doorontwikkeling in transportconcepten. Mooie voorbeelden daarvan zijn het lichtgewichtconcept van Huët, maar ook het twin-concept, een dubbeldektrailer. Een dubbeldektrailer houdt in dat je niet stapelbare pallets kunt vervoeren, maar dan ook dubbel kunt vervoeren. Dat gaat doordat er een tweede vloer in de trailer is gemaakt en dat er gebruik gemaakt wordt van asloze wielophanging. De lading staat hierdoor zo ongeveer 20 centimeter van de grond en we kunnen hierdoor zo'n 54 euro pallets meenemen, wat een significant groter aandeel is als 33 euro pallets in een standaard trailer. Het idee daarachter is eigenlijk altijd om zoveel mogelijk volume mee te krijgen over dezelfde kilometer die je toch al moet gaan rijden. Daar zie je al dat daar in de loop der jaren hele grote stappen gezet zijn. Deze trailers bestaan uit volledig aluminium, hebben een volledig aluminium chassis. Een chassis dat geconstrueerd en gemaakt wordt binnen onze eigen trailerfabriek. Het voordeel van het gebruik van aluminium is dat het natuurlijk een heel laag gewicht heeft en is ook aluminium 100% recyclebaar. Om te compenseren voor de stijgende kosten is er fors geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling met het doel de transportkosten te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen, evenals het verhogen van de efficiëntie in de logistieke keten door het ontwikkelen van nieuwe intelligente concepten. Het resultaat? Lagere logistieke kosten en een beter milieu. Als het gaat over de glasbinnenlader, hebben we ervoor gezorgd dat de glasbinnenlader significant lichter is geworden. Als je significant meer glas mee kunt nemen dan de standaard, tot wel zo'n 25-30% meer glas mee kunt nemen, dan heeft dat ook direct grote impact op de kostprijs van glas. Duurzaamheid zal steeds prominenter op de agenda komen te staan bij verladers, bij opdrachtgevers. En het is daarom ook belangrijk om daar volop in te zetten. Dat is ook wat wij doen.